Regelmatig zien we dat het met de werking van de boilersonde in een EN60-machine niet helemaal goed gaat. En wij denken dat het voornamelijk komt doordat de werking nooit helemaal bekend is en wat hij nou moet doen. Dus we dachten, laten we dat eens uitleggen. Hoe werkt die boilersonde nou? Nou, die boilersonde zit hierin, wordt ook wel level probe genoemd. Wat doet die level sonde? Op het moment dat het water omhoog, omhoog, omhoog komt en het komt bij die level sonde, dan is er een gesloten circuit met de aarde. En dan ja, weet de machine van, hey, ik moet stoppen met vullen. Ik heb genoeg water. Stel dat ik nu theewater eruit haal, het water zakt, gaat hij weer bijvullen. Waarom is dit zo belangrijk? Want als het water zakt, zakt, zakt. En die komt boven water. Het verwarmingselement smelt hierboven door. Dus als het goed is, als uw machine correct werkt, water wordt eruit getapt, komt eronder. Hij gaat vullen en tegelijkertijd schakelt hij de aansturing van het element uit. Dus dan staat daar geen spanning op. Kan het element eigenlijk nooit droog koken. Waar kan het dan misgaan, zou je zich afvragen? Nou, er zijn wel wat dingetjes. We hebben er eentje bewaard. Hier hangt een soort, lijkt wel een god in Dardenne op. Die kun je niet meer zo plaatsen, niet meer zo gebruiken. Want deze isoleert. In dit geval zal het water eigenlijk te hoog komen of bijna helemaal tot de rand, want hij meet bijna niks meer. Zo'n beetje geïsoleerd. Nou, wat merkt u daarvan? Op het moment dat je gaat stomen, komt er eigenlijk alleen maar water uit. Want ja, het water komt tot hier, er is geen ruimte meer om stoom te creëren in die boiler. Dat is eigenlijk nog niet het ergste, hè? Want dan kom je achter, je kan niet meer stomen en je gaat wat ondernemen. Ontkalken of in dit geval ja, vervangen we de boilersonde. Dat is heel makkelijk, schroef hem eruit, zet een nieuwe erin. Nieuwe komt vaak wat langer. Nou, ik zag hem op maat, zodat ik exact weet dat hij op dezelfde hoogte weer uitkomt. Dit is eigenlijk het minst grote probleem. Het ziet er het ergste uit. Maar wat we eigenlijk het meeste zien is dat die boilersonde zit in een, in een mantel, in een isolatie van Teflon. En die moet ervoor zorgen dat er geen contact is tussen de boiler en de boilersonde. Dus deze zit geïsoleerd van de buitenkant. En wat vaak gebeurt is dat als het wat ouder wordt, komt er een klein haarscheurtje ergens in het Teflon omhulseltje. En wat er dan gebeurt is, dan meet hij hier, zeg maar, de aarde met de band van de boiler. Dus dan denkt hij dat de boiler altijd vol is. Wat gebeurt er dan? Stel dat deze lek is. Hier is een verbinding op de aarde. Ik ga hem leegmaken met de T-kraan. Maar hier wordt nog steeds gemeten, dus contact met de aarde. Dat er, dus hij gaat niet bijvullen. Wat er dan gebeurt is, zakken, 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 pang, elementstuk. En ja, is dus uw element doorgesmolten bovenin? Eigenlijk in 9 van de 10 keren komt dat omdat de isolatie van de boilersonde niet meer correct is. Dus in geval van twijfel adviseer ik altijd om de boilersonde te verwijderen.